Je weet op voorhand waar je voor staat. Alles is netjes uitgewerkt voor bouwfase start. Guido Verschuren, wij zijn hier in de hoofdzetel van Soprema in België. Noord-Europa eigenlijk, moeten we zeggen. Soprema maakt bitumineuze dakmembranen, isolatie, kunstharsen, alles voor waterdichting eigenlijk. Dit bedrijf, voorheen Bital genoemd, is overgenomen door Soprema in 2001. En sindsdien hebben wij dus een permanente groei gekend. En ja, na verloop van tijd, dus ongeveer 2014, begon het allemaal toch wel een beetje te krap te worden. Hè. Dus meer personeel, plaatsgebrek en dergelijke meer. En dan zijn we toch stilkens aan gaan uitkijken naar een uitbreiding. Wel, als bouwproject correct wordt uitgevoerd, uiteraard, dat is logisch. Maar ook dat de termijnen gerespecteerd worden, dat de aanvangsdata toch gerespecteerd wordt. We weten dat er meestal wel ergens vertraging kan inzitten omwille van de weeromstandigheden. Dat is eigen aan het bouwwezen. Maar dat allemaal toch correct wordt opgevolgd, dat de budgetten worden gerespecteerd en dergelijke meer. Dat was bij Mathieu Gijbos het geval. Waarom? Omdat we dus in het bouwteam zijn gestapt. Waarbij dan van de aanvangsoffert verder wordt uitgewerkt. In detail aanpassingen gedaan, zodanig dat ook op het einde toe een degelijk budget, een definitief budget, kan gemaakt worden. In het bouwteam, zoals gezegd, worden al die aspecten wel punt per punt bekeken, heel de aanvangsfase, en alles wordt visueel mooi voorgesteld. En dan gaat men dus ook in detail zien van, is dat technisch uitvoerbaar? Want in de bouwteam zitten verschillende partners, ook mensen van techniek, mensen van architect en dergelijke meer zitten ook bij. We gaan uit van zijn plannen, maar dan kan dat bouwtechnisch hier en daar moeten gewijzigd worden. En dat kan dat in het bouwteam ook perfect worden aangepast. Het is een BEN-gebouw, dus bijna energie-neutraal. Daar horen sterke technieken bij en sterke isolatie en dergelijke meer. Dus al die technieken zijn vrij ingewikkeld en daarvoor heeft dus ook Mathieu Gijbos beroep gedaan op een studiebureau die dan ook heel die technieken en uitwerkingen van begeleid heeft en berekend heeft. Het voorstellen van het gebouw eigenlijk, het toepassen van de verschillende technieken, het aanpassen van het gebouw indien nodig, krijgt een mooie visuele voorstelling van hoe het gebouw er definitief gaat uitzien, wat en hoe. Eindfase heb je dus echt een duidelijk beeld van uw gebouw met het geraamde budget erop. En dat tezamen met alle mensen rond de tafel, waar je dan toch een zekere band mee creëert. Zodat je ook in het verdere verloop van de bouw vlot kunt samenwerken. Jazeker, ik zou het zeker aanbevelen, omwille ook van, zoals er juist gezegd, je weet op voorhand waar je voor staat. Alles is netjes uitgewerkt voor bouwfase start. En je hebt gelijk een duidelijk beeld en duidelijke afspraken. Het leuke aan het bouwteam is eigenlijk, je start van een beginfase, een geraamd budget eigenlijk, moeten we zeggen, de eerste offerte, waar dan verder wordt uitgewerkt op het plan van architect, wordt verder uitgewerkt, de technieken komen erbij, alles wordt aangepast zodat alles mooi netjes in het plaatje past.